Dit wordt weer een hele mooie nieuwsuitzending, want samen met Jurk Gliesman gaan we de draad oppakken bij Genesis 2, waarvan we vers 1 tot en met 18 de vorige keer gedaan hebben. Genesis 1 hebben we ook 2 uitzendingen aangeweid. En vandaag denk ik dat wij heel hoofdstuk 2 af kunnen gaan krijgen. We beginnen bij vers 19, maar als eerste hartelijk welkom aan Jurk. Bedankt Perry voor de warme welkomst en welkom aan de luisteraars en kijkers van deze video. Zoals je juist correct gezegd hebt, hebben we afgesloten met Genesis 2,18, maar ik zal toch nog 2,18 nog een keer herhalen. Ja. En ik zou daar ook nog graag een keer iets bij willen zeggen. Mm-hmm. In mijn Koning James Bijbel staat geschreven, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. We hebben daar verleden keer over gesproken, dat de vrouw eigenlijk dus als hulp voor de man gemaakt is. Mm-hmm. Je kunt je natuurlijk ook afvragen van, ja, als God dan alwetend en zo perfect is, waarom maakt hem niet direct 2? Waarom maakt hem eerst een man? Wel, omwille van dat geschreven staat, dat hij man maakte in zijn eigen beeld. Ja. De vrouw is niet het beeld van God. Aha. De vrouw is een aparte schepping. Mm-hmm. Zo zie ik dat tenminste. Mm-hmm. Daar kunnen we over discussiëren, maar voor mij is dat heel duidelijk. God heeft de man, de mens gemaakt in zijn evenbeeld. En de vrouw is niet in zijn evenbeeld. Daarom is hem nu aan het kijken, want hij zegt ook, dit is niet leuk dat hem alleen is. En God zelf is ja ook niet graag alleen, want God zelf heeft ja een zoon. Aha. Van begin af aan. Aha. Ja? Ja. Die kwam voort van hem. Ja? His only begotten son, zoals het in Engels noemt. Ja, klopt. En nu komt een deel wat we gaan lezen, wat heel veel mensen nog nooit op deze manier misschien begrepen hebben. Aha. En dat is heel belangrijk om dat wat nu komt zeer goed te verstaan. Aha. Om de heel simpele redenen, omdat wij met wat we als het nu lezen goed verstaan waarom in het volgende kapitel de slang, die dus de duivel is, ja, waarom die de vrouw vervoerd heeft, ja, om van de boom der erkentenis te eten en niet de man. Ja. Ik snap. Weet jij het antwoord al daarop? Nou, ik voel het intuïtief aan dat dat klopt. Maar jouw gedachten ken ik niet. Vul hem maar in. Goed, dan zullen we eerst maar een keer vers 19 lezen. Eerst in Engels en daarna kun jij dat in Nederlands een keer doen, oké? And out of the ground the Lord formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Ja. Zal ik gelijk Nederlands doen? Mm-hmm. En de Heere God, ik moet mijn Bijbel iets anders houden. Anders zit ik te ver van de microfoon. Even wachten. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. Goed, wat mij opvalt in de vertaling van uw Bijbel is dat jij spreekt van de mens en ik spreek van Adam. Met andere woorden, hier heeft de mens een naam en in de jouwe is die min of meer... Ja. Onbekend. Ja, ja, ja. Is natuurlijk ook iets om een keer over na te kunnen gaan denken. Mm-hmm. Nu, wat is de belangrijke punt en waarom kun je aan deze vers zien waarom dat de duivel Adam niet heeft willen verleiden, maar de vrouw heeft verleid? Mm-hmm. Out of the ground the Lord formed every beast of the field and fowl of the air and brought them to Adam to see what he would call them. Adam is de enige mens ooit op deze aarde gewandeld heeft, die God daadwerkelijk heeft iets zien scheppen. Mm-hmm. En als je uw Heer iets ziet scheppen, die u zelf gemaakt heeft, en je ziet hem uit de grond van de aarde, alle beesten vormen,
en dan zeggen van hoe noemde jij dit en hoe noemde jij dat, dan weet jij met wie dat je bezig bent. En je laat je niet van een of ander beest, dat hij ja gemaakt heeft in de eerste plaats, verleiden om zijn wet te overtreden. Ja. Dan heb ik hier maar, wel... Ja, gaan we doen. Maar op dit moment bestond de vrouw nog niet. Dus de vrouw heeft niet gezien hoe God iets geschapen heeft. En Adam heeft ook niets van de schepping gezien dat hij gemaakt heeft, alleen dat hem al die dieren gemaakt heeft. Ja. Ja? Maar dat heeft hij gezien. En daarmee is hij de enige mens op aarde die ooit God heeft iets zien schapen. Yes. Of scheppen. Ja, scheppen, ja. Ja, ja, het juiste woord mankeert me soms, daarom ben ik geen Vlaming, ik ben Duitser. Den punt is gewoon van dat wij dat een keer moeten gaan begrijpen. Want veel mensen zeggen van, ja, maar waarom verleidt de slang Eva? Aber juist daarom. Zij heeft, ik zal maar zeggen, minder vertrouwen in God, of kent God minder goed dan Adam. Ja. En ik denk dat als de slang tot Adam gekomen was, die zou haar direct op de kop getrapt hebben. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is dan ook wel slecht, hè? Maar spiritueel op zijn kop getrapt hebben, laat maar zo zeggen. Ja, die zal zich. Die kans dat Adam zou verleid geweest zijn van de slang, van de duivel met andere woorden, vind ik persoonlijk, naar het juiste verstaan van deze vers, Genesis 2:19. Vind ik die kans minder groot dat Adam zich zou verleid hebben. Je kunt daar natuurlijk over discussiëren. Iedereen heeft daar misschien zijn eigen mening over. Maar ik ben er zeker van dat nog niet veel mensen deze zin ooit een keer in de Bijbel gelezen hebben. Met dat verstaan. Met die consequenties eventueel. Die daaraan verbonden aanhangen. Zijn. Ja, aanhangen. Ja, die daaraan verbonden zijn. Ja. Ja. Dus ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg ja, dat is mijn begrip van de Bijbel. Dat ik daaruit heb. Oké, pak maar de volgende, zou ik zeggen. Ah, je hebt niks te zeggen ervan. Nee, ik vind het heel helder. Ja, ik zat even af te dwalen, want ik had met Marco er ook een discussie over. Over het verschil tussen mannen en vrouwen. En Marco helemaal hutte de tutte de tutte de tut. Want dan is de Bijbel antifeministisch. En toen vroeg ik aan hem, heb je wel eens een vergadering meegemaakt met vrouwen? Ik wel. En ik was voorzitter, ik ben een tijdje, nou dat maakt nog niet uit hoe ik in elkaar zat. En dan had ik een agenda en begon ik eens met punt 1. En die dames die gingen gewoon van punt 1 naar punt 5 naar punt 7. En dan wilde ik een punt afsluiten en dan vond iedereen het goed. En dan begonnen ze toch weer over een eerdere punt. En dan ook weer dingen doornemen die helemaal niet bij de vergadering horen. Dan ben ik daar best chagrijnig over geworden. En tegen die mensen gezegd, van als je mij als voorzitter wil houden... dan wil ik dat jullie je aan de agenda houden. En niet een beetje door elkaar heen lopen kletsen. En dan zeiden die dames, ja, maar wacht eens even. Wij komen hier om te vergaderen en ook voor de gezelligheid. Ja, ik niet. Ik kom er alleen maar om voor te zitten. En ik wil best een uur lang voorzitten en dan zijn we klaar. En niet 3 uur lang. Dus dat is echt een verschil hoor. Op bepaalde uren kom je voor de vergadering. En als die vergadering gedaan is, dan zit je in de cafetaria en drink een kop koffie. En dan kom je voor de gezelligheid. Dat heb ik ook gezegd. En dat doen ze dan niet. Of weet ik van wat. Ik heb ook gezegd, weet je wat, we vergaderen 1 uur. Dan ben ik weg, heb ik mijn werk klaar. En dan kunnen jullie lekker thee gaan drinken, koekjes eten. En alles doornemen over tante Gerda. Dat vind ik niet erg. Maar niet tijdens de vergadering, alsjeblieft. En die vrouwen die werden echt chagrijnig en boos. Ja, en toen moest er een consensus gevonden worden. En er was iets van, nou, we mogen toch wel een beetje. Ja, nou, dan laat je een beetje gaan. Maar ja, een beetje wordt een beetje meer en een beetje nog meer. En uiteindelijk werd ik weer straks gereinigd. Dat is een heel mooi onderwerp, dat je dat zo ter sprake brengt. Dat is toch heel schoon. Dat toont toch maar weer aan hoe dat mensen met absolute niet kunnen klaarkomen. Ja. Hoe dat ze niet kunnen accepteren dat iets ofwel wit ofwel zwart is. Ze willen altijd het grijze. Ja. Als jij zegt van we doen nu dit en daarna doen we dat. En dan kunnen jullie dat doen wat jullie willen. Maar nu is het zo en zo. Dat is zwart-wit wat jij voorstelt. Ja. Of wit-zwart. Ja. En je krijgt direct de inbreng van ja, maar we kunnen nog een beetje. En dan begin je compromissen te maken. Ja.
Ja, mit diesen Kompromissen verwahrte ja die Fundamentalisten, die Fundamente, warum das hier abgebaut habt, und da schwemmen die Fundamente weg. Ja. Und das ist ein sehr gutes Vorbild. Was ihr nun angehalten habt, lässt sich auf so viele andere Dinge eben eins übertragen in diese Welt. Und ein anderer belangrijker Punkt, die ihr jetzt vernommen habt, ist von, was habt ihr hier gesagt über die Frauen? Vor der Geselligkeit. Ja, nee. Ich denke, da was mit Marco of zoiets. Dat oh ja, antifeministisch. Antifeministisch. Aber Feminisme ist van de duivel. Da kunt jij mij nu als toeschouwer van deze video voor haten of niet, dat maakt me geen bal uit. Feminisme is van de duivel. God heeft heel duidelijk geordend hoe dat de hiërarchie in zijn huis en in zijn kerk en in zijn koninkrijk is. Jezus Christus is het hoofd van de kerk en het hoofd van de man, zoals de man het hoofd van de vrouw is. Dat staat zo in de Bijbel. En als je daaraan niet kunt onderschikken, dan heb jij een probleem. Niet ik en niet de Bijbel. Jij hebt een probleem. Dat lijkt me ook. En ik raad u dus aan om woorden gelijk feminisme een keer weg te doen. Want als je een keer vanuit een afstand objectief gaat op deze aarde kijken en gaat zien hoe kapot de familiestructuur en de sociale structuur van deze aarde gemaakt werd op dat ogenblik, als de zo begon, zo gezegde feministische beweging begon, dan versta je misschien een beetje van, als ik zeg van dat is van de duivel, van sindsdien gaan al onze structuren naar de duivel. Ja? Ja. Dat is dus, daar bestaat ja ook een interview dat die eine Winter ist nicht getan heeft mit Dine Rockefeller, die was ja befriend von die Rockefeller. Wie nennt die wer? Das was die eine Filmmaker. Ja, Aaron Russo. Gut, ja. Aaron Russo, ja? Die eine keer so ein Interview mit Rockefeller gemacht heeft und die dann in Verhältnis zegt von ja, maar wat denkt er, wie het feminisme uitgevonden heeft? En waarom dat wij gelijke rechten aan vrouwen geven? En waarom dat vrouwen gaan werken? Ja, en ene keer hebben wij dubbel zoveel mensen van die we belastingen kunnen gaan trekken. Ja, natuurlijk, die Aaron Russo was zelf in dat systeem ingebonden. Ja? Die was geen christenen. Die heeft dat ook niet volledig doorschouwd. Maar die agenda van de duivel daarachter is heel simpel. Als ik de vrouw dezelfde rechten geef als de man, dan geef ik haar ook dezelfde plichten. Normaal gezien is de man diegene die verplicht is om voor het welkom en inkomen van de familie te zorgen. Als ik dat nu ook aan de vrouw overdraag, dan laat ik uiteraard haar zorg voor de familie, met name hoofdzakelijk de kinderen, achterwege. Ja. Dus gaat de vrouw uitzien naar een andere oplossing. De man kan niet voor de kinderen zorgen, want die moet zelf gaan werken. Zij kan niet meer voor de kinderen zorgen, want zij moet ook gaan werken. Ja, wie blijft dan over? De vadertje staat. De staat. Ja. Ja? En dat is precies wat de staat wil. Adolf Hitler heeft al gezegd van, geef mij die kinderen en ik ga u een jeugd teruggeven die je niet meer gaat herkennen. Ja? En Jezus Christus heeft gezegd, breng de kinderen bij mij. Waarom? Omdat de kinderen ongeïndoctrineerd zijn. Ja? En die kun je nog iets bijbrengen op een objectieve manier. Als je die gewoon laat beslissen op basis van wat zij zo aanleert, dan is dat goed. Maar die worden dus vandaag de dag van kleins af aan in een leugenwereld grootgetrokken. En daarom hebben ze zelfs geen kans niet meer, of zelden een kans, om tot de waarheid te vinden. Bij sommige mensen duurt het gelijk bij mij 45 jaar voordat ze eindelijk eens een keer op hun gat vallen en beseffen dat ze verkeerd waren heel hun leven. Ja. Maar ja, ook een, ik wil nu al te ver afdwijlen ook niet, maar ik vind in deze vers 19, daarmee kan ik dat eventjes ten einde brengen, zei dat jij natuurlijk nog iets wil zeggen, Perry, dat is altijd welkom. Maar ik vind deze vers 19 daarom zo belangrijk, omwille van dat we hier in ene keer verstaan van, hé, Adam heeft God iets zien scheppen. En dat heeft niemand anders op deze wereld ooit gehad. Ja. De anekdote die ik nog even kwijt wilde, is dat in dat, ik ben getrouwd geweest, even voor de luisteraars, jij weet dat, maar voor de luisteraars.
Want die weten dat ook, hè? Ja, misschien. Ja, voor het eerst luisteren. Ja. En toen, ik had in die tijd de mogelijkheid om ook voor ons kind te zorgen. Een anderhalve dag in de week was ik met mijn kind thuis. En zij ging dus aan het werk. En twee dagen in de week ging het kind naar het kinderdagverblijf. En zij ook anderhalve dag in de week was ze thuis met ons kind. En toen had ik het erover dat ik altijd zo'n fijn gevoel kreeg. Als zij dan thuis was, dan ging ik naar het schuurtje, dan pakte ik mijn fiets. En dan keek ik nog naar het keukenraam. En daar stond dan de moeder van mijn kind met mijn kind. En dan een beetje zwaaien zo. En had ik echt zoiets van, ha, lekker. Mijn kind is veilig en nu ga ik mannen dingen doen. Ga ik lekker bellen en programmeren, mijn programmeur. Ik ga gewoon lekker de hele dag aan de slag. Dat gaf mij energie om te zien dat mijn kind bij de moeder stond. Met de moeder op de arm. Mm. En zij keek mij met hele rare ogen aan. En ze zei, nou, als ik naar mijn werk ga en jij blijft thuis met ons kind. En ik zie jullie staan in het keukenraam. Dan krijg ik buikpijn. En dat legden ze dan ook nog als een algemeen probleem neer. Alsof het voor de 50% mijn probleem was. Dat zij buikpijn kreeg als ze moest gaan werken. En ik thuis was met ons kind. Dan denk ik, ja, maar je hoeft er van mij helemaal niet te werken. Jij wil per se werken en dan krijg je buikpijn van. En wat moet ik dan doen? Buikmassage geven? Oké, dan gaan we. Dat is denk ik voldoende toelichting, toch? Hm. Ah, ja, ik heb dat ook meegemaakt in die tijd dat ik getrouwd was. De eerste tijd heeft mijn vrouw haar werk opgegeven. Die was zelfstandige uitbaatster van een videotheek. En is er dan mee gestopt dat ze Kersten op de wereld gebracht heeft, mijn zoon. Mm-hmm. En zij wilde dan na enkele jaren terug gaan werken. Ik heb ook gezegd van, voor mij hoeft dat niet. Ik ben diegene die voor het geld gaat zorgen. Ja. Ah, ja. Dat lijkt mij het allerbeste hoor. En de deur uit kan je toch wel. Dus. Ik was toen belangen nog geen christenen, maar ik was dus wel daarvoor om te zeggen van ik heb mijn verantwoording voor het gezin en die wil ik ook dragen en ik wil die niet afgeven. Want als er dan namelijk problemen komen met deze verantwoording, dan komen er alleen maar discussies van hoeveel is jouw fout en hoeveel is jouw fout. Hè? Ja. Ah, ja. En dat is juist het probleem wat de families vandaag de dag kapot maakt. En goed, ik denk dat wij daar een beetje op gewezen hebben in deze punten ook niet te ver uit zullen breiden. Maar ja. Ik denk dat heel veel mensen, als ze Genesis 2:19 tot nu toe gelezen hebben, nog nooit in hun leven daarbij stilgestaan hebben, dat men dan ook eens een keer door deze, laat het ons bril noemen, kan zien en verstaan. En met dit verstand eventueel zou kunnen gaan bekijken. Precies. Maar als we dan verder gaan in Genesis 2 vers 20 staat er geschreven, and Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an help meet for him. Ja. Dus met andere woorden, Adam heeft alle gedierte, gevogelte en beesten van de velden namen gegeven, maar er was niks gevonden wat aan hem een hulp zou geweest kunnen zijn. Ik zal hem even uit de NBG, de Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbel. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelde des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Ja. En dat is ook ergens logisch. Want als God die beesten geschapen heeft, heeft hij ook gezegd dat die na hun eigen aard zich moeten vermenigvuldigen. Ja. Dank u. Ja. En uiteraard is er geen beest bij dat ook maar in de buurt komt van wat Adam is. Zie, wil je een keer lachen, Perry? Graag, ja. Waarom heeft God niet gezegd van hier is een orang-outan, pak hem niet? Ja, die is wel scherp. Ja, een zogenoemde mensenaap. Ja, zoals zij dat noemen. Die mensen die ons uit de evolutie willen vertellen dat de mens van de aap afstamt. Ja. Als dat zo was. Als de mens daadwerkelijk van de aap zou afstammen. Dan had God toch de mens een aap terzijde kunnen zetten als zijn hulp. Ja, lijkt me wel, ja.
Maar dat is dus niet van dezelfde aard, hè? Nee, want apen, als die gaan zich vermenigvuldigen, gaan apen baren en geen mensen. En mensen, als die zich vermenigvuldigen, ja, dan baren ze soms wel tussen aanhalingstekens apen, maar dat zijn nog altijd mensen, hè? Ja. Dat is gewoon maar omwille van dat je soms aan een mens zegt, wat zei jij van een aap? Daarom zeg ik dat maar eventjes voor de krap. Maar wij houden ons dus aan de wetten van God. En dat is niet van dat wij ons daaraan willen houden per se, want die wetenschappers van vandaag, die willen ja alles maken. Die willen de eierleggende wolmelk, het eierleggende wolmelkzwijn produceren. Die willen androgene mensen gaan hebben, die dus alle mogelijke geslachten hebben. Ja. Minstens twee, liefst nog een paar meer. Ja. Of een eikenboom waar kippen aan hangen. Ja, als je een kip wil eten, dan pluk je gewoon een kip van de eikenboom. Eierleggende wolmelkzuil, zo noemen we dat in Duits. Ja, dat is dus een beest dat eieren legt, wol geeft, melk geeft. En gelijktijdig een vrouwelijk zwijn is, dat je dus ook nog kunt slachten en opeten. Ja? Lijkt me ideaal, ja. Ja, eierlegende wolmelk, zo noemt dat in Duits. Ja. Ik heb dat geprobeerd te vertalen. En ja, zo dingen bestaan dus niet. En alhoewel dat de mens met zijn experimenten genen wil veranderen, dat zorgt dan altijd voor mutaties. Maar er is nog geen enkele mutatie ooit geweest, die iets positiefs uitgebracht heeft. Mutatie is altijd een vernietiging van bestaande genen en nooit een bijvoeging van nieuwe genen. En alleen door de bijvoeging van nieuwe genen heb je in feite evolutie. Dus de hele evolutie is gewoon een leugen. Ja? Om dat eens een keer op een kleine, knappe noemer te brengen. Ja. Dat kan je niet en vaak genoeg zeggen. Ja. En uiteraard kunnen ze hier zo lang kijken om de alle dieren om een hulp voor Adam te vinden, maar als lang als Adam niet bereid is om zich te paren met een orang-outan of iets dergelijks, gaan ze daar niks in vinden. En uiteraard, aard naar zijn aard, of zoals ze in Vlom zeggen, aardje naar zijn vaartje. Ja. Dus een ieder komt naar die aard waarvan hem vandaan is, hebben ze hier niks voor Adam gevonden. En daarom varen we voort in vers 21. Geht weiter. Ja, gaan we door. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. Yep. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. Yes. Zal ik hem gelijk even in het Nederlands? 22, ja, 21 en 22 kan man echt gelijk samen. Goed zo, dan doe ik die ook. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere... Oké, dan ben ik klaar. Ja, precies. Wat is dat? En de Heere bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En... hij bracht haar tot de mens. Ja, dan heb ik het einde van 22. Dat is 21 en 22. Ja, ja. 21 en 22. Ja. Ja. Dus, de man is geschapen uit de stof van de grond. Door de Heer. Mm-hmm. En daar vinden we ook een heel mooi parabel over in het Nieuwe Testament. Namelijk als Jezus een blinde man het zicht teruggeeft. Aha. Neemt hij de stof van de grond op, spuut erop met zijn speksel, wrijft dat in zijn handen en deze modder plakt hem die mens op zijn ogen en zegt, nu ga je daar en daar naartoe en was dat af en dan zul je terug zien. Ja? Dat is dus uit dezelfde stof van die wij gemaakt zijn. Gelijk dat ze op begrafenissen altijd zeggen, van stof zijn we gemaakt, naar stof zul je terug worden. Ja. Ja? Hier zien wij dus dat Adam dus van de stof gemaakt is en de vrouw is van de man gemaakt. Ze komt uit de man. Mhm. Nu, alleen al daarom, we kunnen ja zeggen van, ach, da komt hem weer af met zijn patriarchisch gedoe en alles erop en eraan, maar die Bijbel is nu maar een keer patriarchisch. Heb het graag of heb het niet graag? Dat verandert de feiten niet. Ten punt... die je hierbij moet verstaan is,
dat de vrouw gemaakt is uit de man. En de vrouw is gemaakt niet alleen uit de man, maar ze is ook gemaakt voor de man. Mm-hmm. Ja, want het ging daarover om Adam een hulp te zoeken. Mm-hmm. Ja? Uit alles wat men hier al tot nu toe gelezen heeft, is heel duidelijk dat de vrouw aan de man ondergeschikt is. Ja. Dat geeft natuurlijk niet het recht aan de man om deze ondergeschiktheid te misbruiken. Klopt. Daar zit natuurlijk een euvel in deze wereld, waar dat de mensen meer door de geest van Satan in plaats van de geest van God geleid worden. Mhm. Dat is gelijk later, als hij tegen de mensen zegt van, ga in de wereld en vermenigvuldig u en maak de wereld u onderdaan. Dat wil ja ook niet zeggen dat ik daarom de wereld moet misbruiken. Verkrachten, bij wijze van spreken. Ja. Dat zegt hij niet. En dat is hier in de hiërarchie, zeg ik maar, tussen man en vrouw hetzelfde. Maar wat we gewoon moeten gaan beseffen, is als we de Bijbel geloven, dan is met opzet het gemaakt dat de mens eerst, de man eerst geschapen is en uit de man als hulp voor hem de vrouw. Mm-hmm. Wat automatisch een hiërarchie opbouwt die die vrouw ondergeschikt maakt aan de man. Ja. En emancipatie keert dat systeem om. En vandaag de dag zijn de meeste mannen gewoon sloeven in de hand van een vrouw. Slaafjes, ja. Ja, slaafjes. Ja, sloeven. Ik bedoel, zo pantoffels. Oh, sloffen. Ja, ja. Ja, die, ja, ja. Ja, sloffen. Zo die vrouw kan aantrekken en erop kan trampelen en zo. Weet je? Ja. Ja, ik snap je. Ja, ik zie het om me heen. Dus, Mannen hebben vandaag de dag geen ballen meer. Laat maar zo zeggen. Mm-hmm. Feminisme is de castratie van de wente. Als je dat een keer in plat Vlaams wil ik dan zeggen. Oh, dan mag je even uit. Castratie van de zei je? Van de venten. Oh, de venten. De ja, de mannen. Ja, de ja. Mannen. Ja, zonder meer. Je kan er ook helemaal niks mee. Dat is heel vervelend. En ja. die vrouwen die willen dan ook die mannen nagaan doen. En dan denk ik, ja, doe dat nou niet. Dat doen mannen. Mijn dochter, die speelde computerspelletjes. En op een dag komt er een vriendje, gewoon een vriendje, was zo'n 11 of zo. En dan wilden ze samen wat gaan doen. En zij zei, ik wil dat spelletje wel spelen. En dat kende hij ook. Mijn dochter had het al maanden gespeeld. En hij gaat er dus achter zitten, samen met haar. En hij zegt, hé, je hebt je avatar nog helemaal niet aangekleed. En zij zei, wat? Ja, zei die, moet je daar klikken. Zij had er al maanden mee bezig. En een jongetje speelde al Xbox 300 en alles. En dat had hij ook allemaal al onder de knie. En dat simpele, het was een internetspelletje. Dat had hij natuurlijk ook zo onder de knie. Ja, en mijn dochter zat er wel een beetje, oh, dat wist ik niet. Ja, toen ik 11 was, in die tijd, had ik al scheikunde proeven, deed ik op mijn kamer. En mijn fiets had ik al 3 keer verbouwd. Maar zo zijn vrouwen niet. Die zijn veel meer van de gezelligheid. Een computer, dat is een apparaat om mee te WhatsAppen. En die moet het altijd doen. Maar ze hebben niet die doortastendheid om een onderwerp helemaal uit te pulken. In hun jeugd al niet. Ja. Dus heeft die vrouw heeft wel degelijk wat aan die man. En die man heeft dus ook iets aan die vrouw. Want die vrouw is zijn hulp. Als die vrouw wil helpen. En een vrouw helpt niet door ook een baantje te nemen. Met je kind op het kinderdagverblijf. Want een kinderdagverblijf is niet goedkoop hoor. Ik ken die verhalen allemaal wel. Die betaal je ook blauw aan. En dan kan je gewoon de rekening opmaken van wat levert het me nou op om een vrouw te laten werken. Terwijl zo'n kinderdagverblijf, dat kost ook €500 in de maand. En als je vrouw de hele dag thuis is, dan kan ze ook de aanbieding in de supermarkt even goedkoop. Even goed koken en dat soort dingen. Hoef je niet iedere keer naar een afhaal Chinees voor je avondeten. Oké, pak hem maar door met 23. Nou, om een lang verhaal kort te maken, Perry, moet ik daar nog eventjes een keer op ingaan. Want er zijn veel mensen die verstaan ons misschien anders niet correct. Kort zo, ga maar. Iedere mens is gemaakt naar zijn eigen capaciteiten. Mm-hmm. De man heeft capaciteiten die voor hem geschikt zijn. En de vrouw heeft capaciteiten die voor haar geschikt zijn.
De man moet niet proberen de capaciteiten van de vrouw over te nemen, evenmin als de vrouw moet proberen de capaciteiten van de man over te nemen. Mm-hmm. Maar als die twee met elkaar in harmonie naast elkaar samen door het leven kunnen gaan, mm-hmm. zoals dan ook later in de Bijbel geordineerd is door de huwelijk, zoals wij dat kennen, mm-hmm. en deze twee zich verenigen en één vlees worden, in gemeenschap, zowel lichamelijk als ook spiritueel, dan is er geen vijandschap tussen die twee. Nee. En dat probleem is dat we vandaag daar in een maatschappij leven die zo katholiek en dus vandaar duivels beïnvloed is, dat we dat simpele gewoon niet meer zien. Mm-hmm. Ik kan hier staan en kan mijn waardigheden uitspelen ten volste, zonder dat ik een ander zijn waardigheden onder de leuven laat steken. Ja? En zeker zonder dat ik bij wijze van spreken zeg van kijk, ik als man, ik ben meer als jij vrouw. Het gaat niet erover dat ik meer ben of minder ben. Het gaat erover van dat ik capaciteiten heb die jij gewoon niet hebt. Mm-hmm. En dat jij aan de andere kant capaciteiten hebt die wij als mannen mm-hmm. niet hebben. Ja? Nu komen dan natuurlijk zo comedianten aan en zeggen van, wat hebben vrouwen wat mannen niet hebben? Ja, vrouwen kunnen een orgasme voorgeven, de mannen niet kunnen, bla bla bla. Mm-hmm. Dat is allemaal van die Bullshit, die dann in de wereld verteld wordt, maar blijft eens een keer eventjes serieus. Ja, en in Duits zeggen we, Schuster, blijf bij dein Leisten. Ja, ja? Schoonmaker, blijf bij je leest. Ja. Exact, Perry, exact. En als de man dat doet met zijn opgaves en de vrouw dat doet met haar opgaves, en die twee elkaar daarnaast goed verstaan, dan heb je van die twee de mogelijkheid één te maken. En dat is de unie van het huwelijk en dat is samen door het leven gaan. En samen genieten van zowel uw plichten als ook van uw, laat ons maar zeggen, rechten die je elkaar ingeeft daarnaast. Ja? Met wederzijds respect door het leven gaan. Dat is iets wat in deze wereld vandaag de dag mankeert. Mm-hmm. En dat is zowel van mannelijke kant, sorry, als ook van vrouwelijke kant het geval. Ja? Dus het is niet dat ik nu zeg van de man is dit en dit en de vrouw is maar daar. Mm-hmm. Nee, dat zeg ik niet. Maar uiteraard, omwille van dat de vrouw altijd al ondergeschikt was aan de autoriteit van de man, wat we dus in de Bijbel gefundeerd zien, zegt de duivel natuurlijk van, ja, maar ik moet alles wat in de Bijbel staat 180 graden omdraaien. Dus is niet meer de man het hoofd van het gezin, maar de vrouw is het hoofd van het gezin. En jij, Perry, hebt dat heel goed ervaren aan je eigen lijve, als je door de scheiding bent gegaan met mm-hmm. die vrouw die je toen getrouwd was, die de moeder van je kind is. Mm-hmm. En je hebt ervaren dat alhoewel dat jij bij wijze van spreken geen fout gedaan hebt in dat huwelijk, mm-hmm. zeg dat nu maar een keer zo even, zonder op details in te gaan, mm-hmm. dat zij toch meer rechten toegesproken gekregen heeft als jij. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, en bij mij is dat in feite niet veel anders. Ik was toen stom genoeg. Mijn vrouw heeft mij bedrogen. En ik heb toen een scheiding van wederzijdse toestemming. Toegestemd. Ja, ja. In plaats van te zeggen van nee, ik ga naar een advocaat, want jij hoer hebt mij bedrogen. Ja? Mm-hmm. Ik wilde gewoon geen ruzie. Ik dacht van als ik dat allemaal hier rustig ga doen, dan kom ik daar wel goed genoeg aan uit. Aber ondertussen is mijn zoon zo vervreemd dat hij misschien nog maar 5-6 keer per jaar bij mij voorbijkomt. Mm-hmm. En mij maakt het ondertussen niet meer uit. Hij moet dat zelf weten. Maar ik vind dat heel spijtig, want tot die dag, als mijn vrouw bij mij wegging, heb ik mijn zoon elke dag gezien. En vanaf dan niet meer. En dat heeft een band kapot gemaakt en dat gaat nooit meer goed komen. Ja. Ja. En in deze maatschappij is het spijtig genoeg zo, dat de vrouw kan doen wat dat ze wil. Ze krijgt toch meestal het zorgrecht over de kinderen. En waarom? Omdat die mensen heel goed genoeg weten, die vrouw heeft misschien niet zo gemakkelijk terug naar een andere partner, ze moet nog gaan werken, dus ze geeft de kinderen in de zorg van de staat. En daarmee zijn de kinderen in de kinderopvang, in de kindergarten, in de voorschool, in de school, en zijn daarmee dus opgevangen door de staat. En de staat indoctrineert de kinderen katholiek, zonder dat spirituele, zeg ik daar eventjes niet meer bij, mm-hmm. maar gewoon omwille van dat de Romeins-Katholieke kerk eist dat de spirituele macht hoger staat dan de civiele macht, de temporaire. Mm-hmm. De Romeins-Katholieke kerk zegt van het civielrecht moet zich onderschikken aan Romeins-Kanonsrecht.
En dus is de staat niks anders als een slaaf voor de kerk. En dat is zo in België, dat is zo in Nederland, dat is zo in Duitsland, dat is zo in de hele Europese Unie. En dat is zo in bijna alle landen op deze aarde. En op het ogenblik, als dat in alle landen van deze aarde is, hebben wij de wonde van Openbaring 13, die weer compleet hersteld is. Mm-hmm. En de paus die macht heeft, die hem volgens hem toestaat. Ja. Namelijk dat hij alle leiders van deze wereld controleert. Gelijk het in Openbaring 17 beschreven staat, dat alle koningen van deze wereld hoererij bedreven hebben met de hoer, met de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Omwille van dat zij regeert over de civiele macht. Yes. Ja. Kleine afwijking eventjes. Ja, maar dat is... Ik kan er iets op toezeggen, maar dat doe ik even niet. Laten we even toch, bij het onderwerp. Oké, wat met de binnenschiet schoot, was die opmerking, en dat komt ook uit Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, even voor de kijkeraars. Daar staat de frase, a woman riding the beast. En de woman, dat slaat op de kerk. En de beast, dat zijn de koninkrijken. Het is dus de vrouw. Gaan we door, ja, kom veel meer in, ja. The woman that rides the beast, uit Openbaring 17 is dat. Uh-huh. Dat is uiteraard de vrouw, is de kerk. Uh-huh. Want op een andere plaats in de Bijbel wordt een vrouw als kerk verstaan. Uh-huh. Dus dat is zonder discussie. En een beest is, ja, in verschil tot een mens die reden heeft en de wetten van God volgt, min of meer, doet een beest dat niet. Een beest is wild, ja. Uh-huh. En een beest is een koninkrijk. Eén koninkrijk. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, als, ja. Dus, als wij dus daarvan uitgaan, een vrouw, een kerk, rijdt een beest, want dat is gelijk een mens, laat het nu een vrouw zijn, die bijvoorbeeld op de rug van een paard zit. Hoe kun je dat paard controleren? Door dat zo'n metaalstaaf in zijn bek te schuiven. Mm-hmm. En door deze metaalstaaf daar draden aan te maken. En als jij van achter op dat beest zit, dan ga jij daar een ruk aan geven, naar rechts of naar links. En als je het hoofd van het paard controleert, controleer je het hele paard. Oké? Ja. Op dezelfde manier controleert deze vrouw, de kerk, dat beest, dat koninkrijk. Over welk koninkrijk spreken we dan hier? Over het kleinste koninkrijk op deze aarde. De Vaticaan. Mm-hmm. De Vaticaan is het beest. En de Romeins-Katholieke Kerk is de vrouw die dat beest rijdt. Ja. En dat beest, de Vaticaan, stampt alles onder zich en maakt het kapot, gelijk het in Daniel, denk ik, voorspeld geweest is. En gelijk het ook in Openbaring waarschijnlijk voorspeld is. Ik heb nu al die juiste citaten van de Bijbel hier niet voor mij, dat speelt ook geen rol. Maar het is dus een kerk die een koninkrijk bestuurt. Ja. En dat koninkrijk is de Vaticaan. Mm-hmm. En deze Vaticaan regeert alle andere regeringen. Waarom denk je, dan moet je echt eens een keer dat boek lezen of die boeklezing volgen van Tom Fress, The Global Vatican. Daar gaan je de ogen open als je dat te goed verstaat. Daar zie je hoe dat de Vaticaan afgewaardigden van alle landen bij zich beheert. Dat is niks anders als een grote diplomatieke koor. Mm-hmm. En de Vaticaanstad, dat is een eigen staat, een eigen koninkrijk met de paus als koning, heeft een nunciatuur of ambassade, of hoe je het ook wilt noemen, in elke staat van deze aarde. Ja, zo'n beetje wel, ja. En daardoor controleren ze die. Door deze ambassades en natuurlijk door de kerk, want het is de kerk die het beest stuurt. Mm-hmm. Dus ze zijn allemaal onderdaan aan aan de vrouw, namelijk aan de kerk, door het beest. Dus de vrouw die het beest rijdt, is de Romeins-Katholieke Kerk die het Koninkrijk van de Vaticaan rijdt, en dat is het beest dat alles kapot maand waar het onder komt met zijn ijzeren benen of ijzeren voeten en alles erop en eraan. Yep.
Zo moet man dat te goed verstaan. Een beest in de Bijbel is altijd een koninkrijk. We hadden de leeuw van Babylon. We hadden de beer van Medo-Persië. Mm-hmm. Wij hadden de leopaard van Griekenland. En we hebben het onbeschrijfelijke, verschrikkelijke en bijzondere speciale beest van Rome. Mm-hmm. Heidens Rome en pauselijk Rome. Maar Rome, niet des te min. Ja? Telkens in Daniel 7 heeft een beest een koninkrijk beschreven. En zo is het ook met het laatste. En dat koninkrijk is Vaticaanstad. Vandaar dat als wij ik weet niet meer wanneer het was, 11 februari denk ik, 1929, de laterale contract ondertekend werd tussen Mussolini en Pacelli, dus de Vaticaan. En op dat ogenblik de Italiaanse Republiek de Vaticaan zijn status van koninkrijk teruggaf, die hem ontnomen was 1866, spreekt man van een ogenblik als de wonde teruggeheeld, genezen was. En je kunt vandaag de dag, als je dat ingeeft, The Wound Healed, nog krantenkoppen vinden, voornamelijk uit Amerika, waar dat ze op die dag daadwerkelijk in de krant geschreven hebben, The Wound is Healing. Jeetje. Daadwerkelijk uit de Bijbel tekst ontnomen voor hun hoofd. Zoek het zelf uit. Ja, ik geloof je direct. Ja, jij gelooft mij. Ik spreek vooral tegen de toeschouwers hier. Ja, ja. Die zeggen van de Glissman, die lult er weer iets uit zijn kop vandaan. Zoek het uit. Ik kan het beamen, hoor. Dus, ook alleen voor de luisteraars. Alleen die waarheid die je voor jezelf gaat vinden, is die waarheid die je ook daadwerkelijk echt gaat geloven. Mm-hmm. Ja? En dat kun je doen. Zoek het uit en je zult vinden dat ik gelijk heb met wat ik u zeg. En dus als we Bijbelprofecie juist willen verstaan, Woman Rides the Beast, overigens de titel van een fantastisch boek, dat ik ook ooit eens een keer ga lezen, in Duits en in Engels waarschijnlijk, op mijn kanaal, van Dave Hunt. 500 bladzijden zwaar. Woman Rides the Beast, de vrouw rijdt het beest, is de Romeins-Katholieke Kerk die de staat, het beest, de Vaticaan, aan het besturen is. Ja. En... Okay. We gaan natuurlijk, als we... Ja, kijk, ik weet niet of dat ik daar nu naartoe mag afwijken. We hadden andere dingen voorgenomen. Maar het is toch zo belangrijk dat we dat verstaan. Mm-hmm. Als dat heidense Romeinse Rijk in 10 koninkrijken gevallen is. Dus kapot gegaan is. Mm-hmm. Rond het jaar 476. Daar staat in Daniel beschreven dat uit deze 10 hornen... Ja, elk hoorn is een koninkrijk. Ja, ook dat is in de Bijbelprofecie een koninkrijk, een hoorn. Uit deze 10, uit hun midden, kwam een kleine, 11e. The little horn, het kleine hoorn eruit. En deze kleine hoorn, jawel, dat is uiteraard het kleinste koninkrijk. Wat is het kleinste koninkrijk op deze aarde? Even kijken, volgens mij Vaticaanstad. Ja, precies. Er is geen kleiner koninkrijk dan dat. En dit kleine heeft alle anderen onder zijn zwaard. Ja. Ja? En in de Bijbel staat het dan ja geschreven. En hij gaat 3 andere nog met de wortel uitplukken. Hè? Dat zijn 3 volkeren geweest. De Herulis, de Vandalen en nog 1. Die compleet uitgeroeid zijn met de wortel. Daar vind je vandaag de dag niks meer van terug. Die zijn echt... gelijk het in de Bijbel geschreven staat, met de wortel uitgeplukt. En zo heeft zich de Vaticaan daarover heer en meester gemaakt, over al koninkrijken van deze aarde. Dus de vrouw, de kerk, de Romeins-Katholieke kerk, die een beest, een koninkrijk, de Vaticaan, rijdt en bestuurt en leidt. Dat is de juiste interpretatie van deze vers uit Openbaring. Ja, daarom hebben die mensen van het Vaticaan ook allemaal een jurk aan. Want het is gewoon de vrouw. Dat is een andere zaak, daar zal ik niet op ingaan. Pak maar 23 op. Als je wil. Ja. Die Israëlieten hadden vroeger ook dergelijke kleren aan. Ja, ja. Maar wat het grote verschil is met de Romeins-Katholieke kerk, en dat staat dan weer in de Openbaring,
Ja, deze vrouw is gekleed in scharlach en rood. Hè? Ja, scharlaken en rood, ja, ja. Purple en scarlet. Bij de priesters van de Levieten, ja, dus van de stam van de Levieten, die het priesterlijke volk van de 12 stammen van Israël waren, die hadden ook nog een blauwe kleur daarbij. Oh. En moet eens een keer gaan kijken. Lees eens een keer die eerste boeken van Mozes, waar we hier nog altijd in het tweede kapitel van het eerste boek staan. Ja, ja. Dat komt in die andere boeken, komt dat later voor, in Leviticus. Mm-hmm. Want Leviticus, dat hele boek Leviticus gaat er over niks anders dan over de ordonatie van de Levieten als het priestervolk van Israël. Mm-hmm. En welke regels en wetten hun allemaal opgelegd zijn. En daardoor dat ze hun opgelegd zijn, het hele volk van Israël opgelegd zijn. Ja? En daar lees je welke kledij zij moeten gaan dragen. En daar lees je van scarlet en purple, maar ook van blauw. Aha. En dat is die kleur die je bij de Romeins-Katholieke Kerk te vergeefs gaat zoeken. Klopt. Ja? Ik weet niet waarom. Dat moet zo een van de dingen zijn waar ik al, als ik daaraan nu terugdenk, dat ik zeg van ik ben waarschijnlijk altijd al een godsgelovige geweest. Mijn lievelingsgetal van kleins af aan is 7. Mm-hmm. Dat is het getal van perfectie van God. Mm-hmm. En mijn lievelingskleur was blauw. Oké. Okay. Altijd al. Weet ik niet waarom. Is gewoonweg zo. En dat is van zolang dat ik kan denken. Dus, ik wil maar zeggen, dat zijn zo van die dingen, als je daaraan denkt, dan zie je van, dan heeft God waarschijnlijk al heel vroeg een invloed op mij gehad, alleen heb ik die als zulke niet herkend. Ja, dat kan. Dat kan. Heb jij nog een opmerking over nee, dat? Nee, nee, pak hem maar door. Pak hem maar door. Ja, 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 je maakt het je weer gemakkelijk, hè? Laat een Jörg maar babbelen. Hè? Ja, ja, wat ja. Vers 23, and Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Oh, dit is een hele leuke Nederlandse vertaling. Even, ga ik hem goed oppakken. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees. Deze zal... tussen aanhalingstekens, want dat is geen Nederlands, mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Dus hier staat, het Engels is het woman, en ze hebben het hier vertaald met mannin. Ja, in Duits ook. Mannen noemt het in Duits. En dat vind ik ook goed. Mm-hmm. Dat is omwille van, daar heb je de juiste relatie. Ze is van de man genomen, ze is van de man gemaakt, ze is uit de man ontsprongen. Ja. Ja. Ja, maar de meest, kijk, dat is weer zoiets van, je zegt van, eindelijk staat er in de Nederlandse vertaling en in Engels staat er now. Now wil zeggen nu en eindelijk wil zeggen eventually. Als je dat vertaalt naar het Engels, hè? Ja. Ja, dus als ik jouw Nederlandse vertaling neem van, zij is eindelijk been van mijn been en vlees van mijn vlees. Dan zou het Engelse moeten lezen, now she is eventually bone of my bone and flesh of my flesh. She is now bone of my bone. Het is nu been van mijn been. Nu, op dit moment, ze is van mij gemaakt. Dat is, volgens mij, is now duidelijker in de uitspraak. Als ja, ik denk, het woord eindelijk had er uitgekund in de vertaling. Het voegt ook niks toe. Nee, ze hadden gewoon nu daarbij kunnen zeggen, zoals het in origineel geschreven is. Ze is nu, of ze is vlees van mijn vlees. En daarom is het ja ook zo belangrijk dat we dat verstaan wat nu in de volgende vers komt. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Ja, yeah, dat is helemaal... Zij is vlees, zij is been van mijn beenderen, ze is vlees van mijn vlees. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zal tot zijn vrouw staan, want zij zijn één vlees. Ja. De vrouw komt van de mens en de man verenigt zich terug met de vrouw tot één vlees. Dat is de essentie dat hierin staat. Ja. Heel mooi. En daarom is sodomie zo afgoddelijk erg en zo'n overtreding van Gods wet. Ja. Sodomie.
Ja, ja. Homoseksualiteit, zoals ze dat vandaag de dag bij wijze van spreken politiek correct gaan noemen. Maar ik ben niet politiek correct. Aha. Ik noem, zoals ze dat in Engels zeggen, ik ken daar de Vlaamse uitdrukking niet voor, I call a spade a spade. Yes. En als jij het graag met mannen doet, dan zeide jij een sodomiet. Punt. En dat is een reden daarvoor dat Sodom en Gomorra in de Bijbel staat. Ach, maar je moet snappen, Sodom en Gomorra zijn kapot gemaakt, maar laten we het nog een keer proberen. Want resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat was een reclamespreuk die ze hier hadden. Dus het is zo, het heeft geen enkele zin. Laat ik het zo zeggen, ja, je mag doen wat je wil, natuurlijk. Maar het heeft niet zoveel zin. Ik ken ook helemaal, ik ken een aantal mannen, een aantal sodomieten. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik ben natuurlijk ook alleen, maar dit heeft denk ik een andere reden. Maar die sodomieten die gaan dan uit elkaar omdat ze een andere sodomiet gevonden hebben. En dan gaan ze voor de verwisseling van vlees en het was, ja, verandering van spijs doet eten. Maar uiteindelijk, wat hebben die mannen nou nog over? Ruzie maken met elkaar. Je moet maar willen. Mijn opa en oma van mijn vaders kant. Toen mijn opa overleed. Dan heeft mijn oma iets van een jaar lang gehuild. Als ze zich dat herinnerde. Van ik ben mijn man kwijt. En dan moest ze weer huilen. En dat is ook een mogelijkheid. En die twee hebben elkaar op hun 14e ontmoet. Mm. En dat is toch een stuk leuker hoor. Dan al die uit elkaar gaan en... Je kan altijd wel denken van, ja, maar een andere, waarom een andere? Het gaat er toch niet om een bepaalde persoon, het gaat erom wat je samen doet. En dat moet je gewoon doorzetten, tot de dood ons scheidt. Dat geeft veel rust en daar krijg je rustige kinderen van, mag ik hopen. En dat andere vind ik gewoon eigenlijk helemaal niks. Ja, we gaan al bijna een beetje voorlopen op die dingen die daar nog komen. Maar ik vind juist deze zin heel belangrijk. Die hier staat als laatste zin in vers 24. And they shall be one flesh. Want ze waren in het begin één vlees. Want de vrouw is genomen uit het vlees van de man. Mm-hmm. En dus als ik mij tot mijn vrouw houd. En ik met haar communie heb. Mm-hmm. Dan ben ik terug dat ene vlees dat ik was. Met andere woorden, en dat nog een keer voor de feministen, schrijf dat eens een keer op uw buik. Man en vrouw vervolledigen elkaar. Ja. Ja. Zij zijn niet daarvoor gemaakt om tegenover elkaar te staan, ruzie en oorlog met elkaar te maken. Maar ze zijn daarvoor daar om elkaar te complementeren en te completeren, te vervolledigen. En dat heb je zo op een spirituele manier. Als de vrouw luistert naar de lessen die de man haar geeft. Omwille van dat de man het spirituele hoofd is van de familie. En dat heb je zo in het bed ook. Als man en vrouw bijeenkomen en terug één vlees zijn. Dat heb je op de fysieke level. Als je dat op de spirituele level hebt. En ik kan u één ding zeggen. Als je ooit een keer een relatie hebt. Waar je dat mee ervaart. Dat je zowel spiritueel als vleeselijk één bent, dan denk je dat je in de hemel bent. En ik heb het ganz grote geluk gehad door de kracht van onze Heer, dat ik verleden jaar, spijtig genoeg maar voor korte tijd, omwille van dat wij dan toch bepaalde verschillen hadden, waar ik nu niet op wil ingaan, mm-hmm. een relatie gehad heb met een vrouw in Duitsland, 400 kilometer van bij mij hier weg, waar ik precies zo'n relatie mee had. Mm-hmm. Dat was gewoon het. Je kunt je niet voorstellen hoe gelukkig we allebei op dat ogenblik waren. Maar ja, dat is nu niet het onderwerp van de avond. Het punt is dat we hier eventjes tot de conclusie komen, want we zijn al bijna bij het uur aangelangd. Klopt. En we willen toch tenminste deze vers afmaken. Ik dacht nog van Perry is zot, we zullen toch die paar versen zeker in 20 minuten gedaan hebben en overgaan naar kapitel 3, maar niet dus. Wij zitten nog altijd bij de laatste zin van vers 24, and they shall be one flesh. Met andere woorden, men zegt toch, als ze gaan huwelijken, wat God samengevoegd heeft, zal de mens niet scheiden. Ja. God heeft van de man
de vrouw gemaakt en door het huwelijk maakt hij die twee terug één. Zo simpel is de Bijbel. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Nee, waarom? Ik moet me toch voor mezelf niet schamen. Mm-hmm. Zal ik hem even in het Nederlands doen? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich voor elkander niet. Dat is echt alles. Wat ik wel mooi vind, het verlaten van je vader en je moeder. En dat je dus een vrouw, wat staat er nou, aanhangt. Je hoort gewoon bij je vrouw. Dat vond ik ook zo fijn. Als ik dan een vaste vriendin had, dan kon ik ook gewoon naar buiten gaan en dan kon ik andere vrouwen ontmoeten en andere mensen ontmoeten. Maar altijd klopte in mijn hart, daar thuis, het hart van mijn vrouw. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat maakte mij groter. En dan heb je ook helemaal geen behoefte meer aan allerlei dingen. En spannende dingen of whatever. Terwijl als je vrijgezel bent, ja, wat moet je dan doen op je vrijdagavond? Dan ga je op je vrije vrijdagavond even naar buiten. En je hebt een vrouw thuis, zeker als daar een kind bij zit. Dan kan je al die meisjes, jonge vrouwen, mooie vrouwen, aandachtige vrouwen die je in de ogen kijken. Daar kan je gewoon mee praten. Dan zeg je gewoon helemaal niks. In je achterhoofd, zo zeg je dat op het Nederlands, in je achterhoofd is daar je vrouw. Ja, want als je met lust naar een dergelijke vrouw kijkt, dan heb je je vrouw al bedrogen. Dat lijkt me ook, ja. Degene die denkt aan overspel, heeft het al gepleegd. Ja. Dat heeft Christus me heel mooi gezegd. Had ik zelf kunnen zeggen, maar ja, ik was toen nog niet geboren. Nee, je zult waarschijnlijk eerder boeddhistisch geweest zijn als christen, hè? In die tijd. Hè? Je hangt je altijd zo veel aan Boeddha. Nee, ik heb respect voor alles wat voor Christus ook geschreven is. Wat zei ook weer van eat the meat and spit out the bones. Mm. En in de Dhammapada, we gaan zo afronden. In de Dhammapada, dat is een concilie geweest rond het jaar 0 ongeveer. Want iedereen had het over Boeddha. En dus hebben ze een concilie belegd en toen heeft iedereen zo eerlijk mogelijk verteld wat Boeddha volgens hen gezegd had. En daar is een consensus van gemaakt. Die heet de Dhammapada. Dat is maar 300 pagina's, overigens. Dat is geen Bijbel. En daar in de Dhammapada staat niks geks, hoor. En ook ik verdenk de katholieke kerk ervan dat ze dat boeddhisme hebben overgenomen. En dan zijn ze begonnen met boeddhistische kloosters. En rare regels van je moet iedere ochtend vroeg op en dan moet je de vloer dweilen en dan moet je stilzitten en dan moet je mediteren. En als je het niet goed doet, dan krijg je met de stok. Nou, dat heeft de Boeddha echt nooit bedoeld. De Romeins-Katholieke Kerk moet het boeddhisme zelfs niet overnemen. Het boeddhisme, het hindoeïsme, de Romeins-Katholieke Kerk, ze hebben allemaal hun wortels in Babylon zitten. Want dat zijn allemaal religies die afdruipen van de Bijbel. Ja? Dat is gewoon mensengemaakt geloof zijn. En als je vanuit een standpunt, vanuit een Bijbelse standpunt, je Pamadama of Dhammapada, weet ik veel dingen ga bekijken en ga lezen, vanuit een echt 100%ige Bijbelse standpunt, dan zulde je heel rap vaststellen dat het gaat over wetten van de mens in plaats van over de wetten van de Heer. En dat is dat wat Babylon uitmaakt. De wetten van de mens over de wetten van de Heersteller. Zijn eigen wetten. In het extreem is dat dan natuurlijk op het einde van Aleister Crowley. Do as thou wilt shall be the whole of the law. En dat is uiteraard waar de mens naartoe streeft. Kijk, als de Romeins-Katholieke Kerk van vrijheid spreekt, dan spreekt ze van de vrijheid om Romeins-Katholiek te mogen zijn. Dan spreekt ze van de vrijheid vrij te zijn van de wetten van God. Dat was onder andere ook de premisse van de Franse Revolutie in 1789. Daar ging het over vrijheid, de vrijheid van de wetten van de Heer.
dat hebben ze de mensen natuurlijk zo niet verteld, maar daar ging het over, want dat was een absoluut heidense revolutie. Hmm. Gestuurd uiteraard van de Romeins-Katholieke Kerk. Daar zijn veel mensen die de bepaalde handelingen van de Romeins-Katholieke Kerk, zeker van de Jezuïten, niet verstaan. Ik ben juist aan het luisteren naar Tom Fress in de archieven van First Man with Radio van 2010 in de maand april, waar hij dat boek The Ark and the Dove leest van J. Moss Ives. Mm-hmm. Ja, The Ark and the Dove, dat zijn twee schepen die in de kolonies geland zijn in 1634. En Tom Fress geeft daar zelf toe dat hij dat niet goed verstaan heeft met de bevrijdingstheologie van Cardinal Bellarmine, die ja de leer van de Jezuïet Francisco Ribera voortgezet heeft over de futuristische leer van een antichrist. Uh-huh. En deze Cardinal Bellarmine heeft, of is de vader van de bevrijdingstheologie. Uh-huh. Waar dat in ene keer dus een Jezuïet opkomt voor een regering van het volk, door het volk, voor het volk. Uh-huh. Wat absoluut tegensprakelijk is tegenover het montranisme van de ultramontranisme van de paus. Hmm. Die zegt van, ik ben de heer der heren, ik regeer over iedereen. De mens heeft niet het recht zichzelf te regeren. Ja? Door een republiek, door een democratie of wat dan ook. En dan komt deze jezuïet Cardinal Bellarmine met de bevrijdingstheologie die precies dat propageert. Waarom? Want daar kunnen we een andere keer over gaan spreken. Hartstikke mooi. Daarvoor is het nu vandaag niet te doen. En dat is ook niet het onderwerp van waar we over willen spreken. Maar je ziet, mijn lieve toeschouwer en luisteraar van deze video of audio of hoever je dat toezicht neemt. Ja, dat men, als men over deze dingen bezig is, dat men van het ene en het andere kan afdruipen. En het is niet zo dat iets interessanter is dan het andere, want ik vind dat waar we nu over spreken even interessant als dat waarover we hier begonnen zijn. Het blijft altijd in dezelfde lijn. Het gaat altijd daarover van, wat zet ik voor mij als prioriteit? God of mens? En als ik God accepteer, accepteer ik Jezus Christus. En als ik mens accepteer, dan accepteer ik de Romeins-Katholieke Kerk. En dat is een keuze die ik moet en kan maken in mijn leven. Dat is geen vrije wil, maar dat is vrije keuze. Ja. Dat is een groot verschil tussen vrije wil en vrije keuze. Want dat is weer een ander onderwerp. Daar gaan we vandaag de dag niet over gaan spreken. We zijn al bijna 1 uur en 10 minuten bezig. En jullie zijn waarschijnlijk sowieso waarschijnlijk al lang in slaap gevallen. Dus ik ga mij hier met een paar laatste woorden eventjes nog graag ten afscheid nemen van deze mooie uitzending met Perry. Vandaag het tweede kapitel van het boek Genesis van het eerste boek Mozes afgesloten hebben. En die hopelijk duidelijk gemaakt hebben wat een daadwerkelijke, echte, goddelijke relatie tussen man en vrouw is en hoe dat zo ontstaan is. En we gaan daar waarschijnlijk ook in het volgende kapitel nog een beetje op in, want daar komen ja nog een paar versen waar we daarop nog een keer kunnen gaan ingaan en terug kunnen komen. Maar ik vind het heel belangrijk dat we wel verstaan dat alhoewel dat ik en Perry ja wel, denk ik, ook voor een grote deel. Ik weet niet in hoeverre dat hij dat precies gelijk ik is. Dat weten we nooit van elkaar. Maar ik ben vreselijk fundamentalistisch. Voor mij is wit-wit en voor mij is zwart-zwart. En grijs is voor een ander en niet voor mij. En ik denk dat Perry over het algemeen op dezelfde manier denkt. En als je vanuit die standpunt deze Bijbel leest, dan kan men in ene keer die dingen op deze aarde, zoals ze voor het moment zich voordoen, op zo'n gemakkelijke manier analyseren, dat men in ene keer een begrip krijgt waarom die dingen zo zijn, gewoon als men het tegen de waarheid, tegen de Bijbel kan houden. En dat is wat waarvoor een Bijbelstudie is, en dat is wat ik deze video's of deze meetings met Perry als bekijk, namelijk een Bijbelstudie, en dat we allebei daaruit leren uit dat woord van God te lezen, en dat wij geleid worden naar meer wijsheid, zoals Jezus Christus gezegd heeft: ik moet nu weggaan, maar ik stuur jullie de trooster, en deze trooster zal u leiden in alle wijsheid. En met deze woorden ga ik mijn bijdrage voor vanavond beëindigen. Dank je, Perry, voor de uitnodiging. Dank jullie voor het luisteren en bekijken van deze video. En tot de volgende keer. Jörg van Joggler66 of
Hour of the Truth zegt, mogen God jullie beschermen en zegenen, wat even dus de juiste Vlaamse woorden vinden. En tot de volgende keer. Tjus. Hartstikke mooi. Ik heb hier niet veel aan toe te voegen. De volgende keer pakken we hem op bij Genesis 3. En dan gaan we het hebben over de eerste zonde. En dan wordt het nog veel spannender. Ik hoop dat jullie dit ook heel erg leuk hebben gevonden. En dat je snapt dat je een Bijbel niet moet lezen zoals je kijkt naar Netflix. Want de ene aflevering bevalt je niet, maar de volgende is misschien leuker. De Bijbel is het meest zorgvuldige boek. Oftewel het woord van God. Dank jullie wel en op zijn hamburgers zag ik tjus en dag liefers. Oh fok, ik maak een fout.